Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer bij zijn vandaag. We hebben het eten op, ik trek die stekker eruit en we gaan er vandoor. We gaan naar Oliva toe. Gaan we daar even rondkijken en dan Annie straks naar de tandarts toe. We hebben alles al klaar binnen, alles al opgeruimd en ingeklapt. Stekkertje er even uit en dan rijden we die kant op. Even de boel indraaien. Ik zet het wel even binnen neer, hoor. Anders moet alles daar weer van slot. Ja, is goed. Dat snap ik. We moeten het vieze water nog even weggooien, denk ik. Ja, en die afval. Ja, maar de afval is helemaal daarachter. Dan rij ik eerst naar achter. En dan rij je... Rij ik daarna naar de waterloze plek. Oké, okay, is goed. Kom maar aan boord. Ja. Gaat het? Oh, die kut stinkt, hoor. Dat is niet normaal. Echt? Oh, ja. Oh. Ik ruik niks. Nou, we gaan er maar boven. Dan ruik je het wel. Ja? Hallo. Hallo. Doe ook, hè? Oliva is hier vlakbij. We hoeven nu maar 9 kilometer. Klein kwartiertje. We staan op een parkeerplek. Ik hoop dat het een beetje... Ik hoop dat er meerdere campers staan, dat we daar een beetje veilig staan. En dan kunnen we gewoon een mooie van de hele dag door het stadje heen. En om 4 uur naar de tandarts. Het is nu 12 uur. We zijn alweer op een plekje. Nog 7 minuten naar de parkeerplek. Fijn, hè? Een andere camper staan. Ga kijken of ik hem daarnaast ga zetten. Dat zou het mooiste zijn. Het staat aardig vol hier, hè? Ja. Ik denk dat het vol is naast die camper. Maar ga even, even kijken, anders moet ik daar wel zien parkeren. Ja, het is vol helaas. Hier is al een plekje. Zal ik het niet pakken? Ja, als het kan. Zo. Zullen we hem hier laten staan of wat denk jij ervan? Hij staat daar mooi pal onderweg. Het is hier heel druk. Dus ik denk niet dat dat zo snel wat zal gebeuren. Ook al is het wel een beetje een afgelegen parkeerplekje. Maar we hebben er vertrouwen in. We hadden hem beter bij de tandarts kunnen neerzetten, denk ik al, in de straat. Maar daar rijden we straks van naartoe dan. We gaan eerst even door de stad inlopen, even kijken of hier wat leuke dingen zijn. Hier, daar zit de kapper. Oh, wacht, fietsjes. Oh, ik kan nog snel voorbij. Even kijken of ik geknipt kan worden bij die kapper. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Wil je daar wel op wachten? Ja, er zitten al mensen, dus misschien moet je best wel lang wachten. Ik zal eens even kijken, ja? Als het te lang duurt, dan gaan we direct weer weg. Daar heb ik ook geen zin in. Goed lopen, hoor. Ja, ik ook. Nou, dat werd hem dus niet. Er was maar één kapper aan het knippen en er zaten 3 mensen. Dus daar gaan wij mooi niet op wachten. Ik zie voor ons een mooie soort kerk, denk ik. Daar gaan we even heen lopen. Kijk. Koepel er bovenop. We moeten hier een heel klein smal straatje omhoog. Volgens mij is dat de kerk daar al. Tenminste, het is een oud gebouw. Ik ga ervan uit dat het een kerk is. Daar lijkt het op, want er zag ook een kerktorentje erboven. Kijk, we gaan hier omhoog. Ze heeft net die schoon gespoeld, denk ik. Oh, kijk. Wat is hier dan? Ik zal hier eens even gaan kijken. Ze is net een gebouw aan het opknappen. Oh, hier ga je ook omhoog, Annie. Zullen we hier omhoog gaan? Dit gaat eerder richting de kerk, denk ik. Deze. Kijk. We zijn door het straatje heen.
Ik zie nou niet die hele kerkklok en alles die ik net zag. Het zijn wel leuke straatjes allemaal hier. In Oliva. Oh, daar is de kerkklok. Kijk, je ziet hem daar net achter. Zullen we er eens omheen gaan kijken? Even, misschien dat je vanaf de andere kant nog wat ziet. En hier hebben we informatie. 1683 is hij gebouwd. Oh, hier had je ook nog een trap gehaald. Net om het hoekje. Mm-hmm. Wat is er? Wat lach je? Ja, ik wil even filmen. Oh, Annie gaat eens een TikTokje opnemen. Ik zal Annie even met rust laten. Kijk, we hebben hier een leuk pleintje gevonden. Heel klein. Het was echt het straatje uit waar we net liepen. En ik was even een short aan het opnemen. Die ga ik hier even bewerken, lekker op het bankje. En dan plaats ik hem even op YouTube. We lopen nu over de andere kant op naar het centrum. Ik zie hier een grote thermometer hangen. Ik ga even kijken hoe warm het is. Een graad of 18 à 19. Valt toch mee inderdaad. Het is niet super warm. Het is ook een beetje bewolkt. Maar het is wel lekker. Lekker om rond te lopen. Hey, nou lopen we hier en dan herken ik dit van vorige keer dat we naar de tandarts reden. Herkennen jullie dat gebouw ook nog toen ik hier langs reed? Ik weet nog precies dat ik hier langs heb. Dus zei nog die hele ingang is dichtgemetseld daar. Weet je dat niet meer? Nee, ik niet. Oh. Normaal onthoud ik altijd zulke dingen. En jij niet. Ja. We zijn binnen bij een soort overdekte markt. Met restaurantjes en dat soort dingetjes. Een soort winkelcentrum, een hele kleine. Maar alles is bijna leeg. Ik heb daar nog wel een slagertje zitten. En een terrasje erbij om wat te drinken. Is echt grappig. Ik zal de voorkant wel even filmen. Nou, het is nog vrij rustig hier, maar ik denk als je wat in een hoogseizoen bent dat het hier wat druk is. Dat is het. Wat zei je, Annie? Hier is een toeristenwinkeltje. Ik moet er even wat foldertjes op gaan halen, want hier allemaal te doen is in de buurt. Zullen we het even gaan doen? Ja, is goed. Daar heb je altijd wat leuke dingen bij zitten. Gaan we even kijken. Kijk, ik ga helemaal foldertjes pakken. Nou, wij gaan even een aantal leuke folders meenemen en dan laten we het zo even aan jullie zien. We hebben een hele stapel met foldertjes meegenomen. Gaan we die straks even doorlezen. En misschien zit er wel wat tussen wat we willen doen. Nou, we hebben alleen even twee rollen vuilniszakjes. Die gaan er hard door bij ons. Er is niks en dan gaan we straks nog een rondje lopen en dan gaan we naar de camper. En even een broodje ergens eten en dan zet op de camper voor de deur van de tandarts, als dat kan. Dan kan ik ondertussen, als Annie hier geholpen wordt, dan kan ik in de camper gaan zitten editen. Want dat duurt 1 uur, 1,5 uur zoiets. En ik heb geen zin om daar dan in de wachtkamer te zitten zo lang, dus ga ik voor de deur in de camper. We staan op de markt hier, op een marktplein. Weinig te beleven verder, staat wel een tent, ik zou niet weten wat daarin is. We gaan even kijken of er wat in die tent is. Daarna halen we even een broodje daar weg, voor bij de camper, bij de Spar, voor straks. Avondeten hebben we sowieso al, we hebben nog gehakt en pasta en zo, we kunnen hetzelfde gaan maken als gisteren. En we hebben ook nog wrap, dus dan kunnen we gehakt nog even zo in de wrap doen. Dat zou kunnen, ja. Weinig te beleven in de tent. Helemaal niks. Heel weinig. Voor de rest, ja, het is heel rustig op straat, maar het is natuurlijk ook gewoon... maandagmiddag, buiten het seizoen om, ja. Weinig te beleven. Ze slepen net de stoeltjes in naar binnen. Volgens mij sluiten ze dan altijd. Tussen... leeg. Wat zei je? De vitrine is leeg. Oh ja, ze sluiten vaak tussen 2:30 en 4, hè? Ja. Dan zijn we net te laat, want het is echt net... 2:30. 2:30. Nou, dan lopen we naar de Spa. Oh, hier zit nogal wat in de vitrine liggen. Kijk eens. Die legt me wel lekker, zo'n keertje. Jij dan? Nee, die niet. Nee? Nee. Die met die puntje met chocola?
die zien er wel lekker uit. Nou, dan gaan we even binnen kijken wat ze hebben. Leuk klein winkeltje. Ja. Laten we zo zien wat het is geworden. Kan hier niet te gek gaan filmen. Kijk, dit zit naast het bakketje waar we net waren. Dit heb je hier wel veel, van die halletjes met alleen maar automaten. Wat zag jij, Annie? Ik heb ook allemaal broodjes. Ach ja, jammer. We hebben net gehaald. Maar deze ziet er ook wel lekker uit. Laat me even zien wat we gehaald hebben. Het zijn toch deze geworden, ja. 1,50 euro voor 2. Nu even proeven, hou jij die beet? Ja. Doe maar even een smaaktestje. Droog. Beetje droog, ja, maar wel lekker. We hebben weer even een zak met die bolletjes gehaald die we altijd hebben. Ja, ik heb even een eiwitje, ik vind nu een Annie een ijskoffie. Gaan we dit even naar de camper brengen. Gaan we dat even een broodje van eten. Als het goed is moeten we die kant op. En daar is je dacht ik ook al aan. Kijk, dit bedoel ik. Dit is nou nog allemaal kaal, maar straks natuurlijk in het voorjaar hangt dit weer helemaal groen van de bladeren. Annie maakt ook TikToks, dus als jullie haar kunnen volgen, zet hem weer in de beschrijving. We zijn er alweer, we hebben een klein rondje gedaan. Maar het was vrij dood in de stad, dus we zijn er maar weer weggegaan. Er was weinig te beleven. Het was wel even leuk om een rondje te lopen, maar ik zou hier zeker niet de nacht willen staan. We zitten te twijfelen om na de tandartsbehandeling naar Alicante te rijden. Of toch hier in de buurt, voor als we volgende week moeten terugkomen. Daar gaan we nog heel even over nadenken. Want misschien dat we ook naar Alicante gaan en dan kijken of we daar eventueel naar een tandarts kunnen. Maar ja, ze is hier natuurlijk al geweest, dus zometeen al twee keer. Dus dan is het wel fijner om naar dezelfde tandarts te gaan. Ja, en hij heeft ook alle foto's en zo. Ja, we gaan zo even vragen bij de tandarts wat hun... Wat het beste is, wat hun ons of aanraden. Als hij zegt van, je kan in Alicante naar die en die gaan, dan kan ik het heen sturen of iets. Ja. Dan is het ook al beter. Ja, dat gaan we even vragen zo meteen. Ik heb de camper hier maar even neergezet. Toevallig zit het dan vlak bij de plein met die tent waar we net waren. Maar we hebben de camper in ieder geval hier staan. Ik heb een kaartje gekocht, die ligt er. Het is 3:30, dus we zijn wel wat te vroeg, maar we lopen gewoon die kant alvast op. Dit is jammer. Kijk. Heel veel plekken nu in één keer. Ja. Dus ik denk dat ik straks maar eventjes de camper ophaal als Annie er binnen is. Ik zit in de wachtkamer, dat is altijd een spannend moment. Maar het valt allemaal wel mee hoor. Ja, vast. Ja. Als je verdoving hebt gehad, voel je er niks van. Het is wel spannend, dat snap ik wel. Maar het was al open, dus om 4:00 is aan de beurt. Ik dacht dat ze om 4:00 open gingen, maar ze waren al open blijkbaar. Verder is hier niemand, dus we komen waarschijnlijk als eerste aan de beurt zo. Ik was even met Annie mee naar binnen gelopen. Heeft het een en ander verteld. Maar we hebben één gelukje. De tandarts die praten Nederlands. Dat wisten we helemaal niet. Maar dit was ook een andere, want dit was een specialist voor de wortelkanaalbehandeling. Maar deze sprak Nederlands, dus is Annie ook iets meer gerustgesteld. Want die was heel erg zenuwachtig. Dus nou was ze iets geruster toen ik wegging. En dan kan ze zelf gewoon normaal praten met die vrouw. Zo ongeveer een uurtje, dan is ze weer klaar en dan ga ik weer terug. Om haar op te halen ook en even betalen. Ik ben net klaar met editen in de camper. Het is nu 5:00, dus ik ga nu teruglopen. Annie zal ook wel klaar zijn. Dan kan ik hem gaan uploaden als ik terug ben. Dus ik loop nu die kant weer op. Gaan we eens even kijken of het met Annie goed is gegaan. Nou, ik ben gearriveerd. Hier is de tandarts. Volgende beeld gaan jullie Annie weer zien. Dan gaan jullie kijken hoe het is gegaan. Ze zit nog in de stoel. Ik zag het al, deurtjes om te openen, maar ze zijn nog bezig. Kijk eens wie we hier weer hebben. Ik ben er weer. Het is allemaal goed gegaan, gelukkig. Ja. De foto zag er ook goed uit, dus die beeld gaat met een paar weken weer weg, toch? Een paar maanden? Ja, moet binnen een paar maanden moet het weer beter worden, zei ze. Zakt langzaam af. Maar hij was al redelijk afgezakt. Maar we hebben besloten om niet die andere eerst te doen. Er is geen haast bij die andere, zei ze, zolang je geen pijn hebt. En anders kon ik altijd bellen en dan kon ik terugkomen. Ja, we kunnen altijd weer terecht. Dus dan gaan we hier gaan we richting Alicante. Ja, we gaan hier weg. Dus
gedeelte hebben we ook al gezien, gelukkig. Het begint een beetje saai te worden hier, dus we gaan er zo meteen. Ik rijd denk ik nu direct al naar Alicante toe. Het is nu 5:30, maar ik denk dat ik er nu direct heen rijd. Ik heb een camping aangeklikt bij El Campello. Naast Alicante is dat. Ik heb niet gebeld en niet op de website gekeken. Ik ga er gewoon heen rijden. Op de gok dat ze plaats hebben en anders gaan we daar gewoon op een parkeerplek ergens staan. Of vernachten we daar wel. Dus we rijden op de gok die kant op. Voor een nachtje is dat ook niet erg, toch? Nee, komt sowieso wel goed. Er zijn zat parkeerplekken daar in de buurt, dus gokken het erop. Volgens mij dat ze daar 95 plaatsen, dus het lijkt me niet dat ze allemaal vol staan. Deze route hebben we al eerder gereden, toen naar Benidorm. Nou, we gaan nou Benidorm voorbij, we gaan nou richting Alicante. Hier zijn we eerder geweest, hè? Ja. Herken je dit nog? Dit wel, ja. Nou, er maar uit. Dit was al een mooi stukje. Dit ziet er ook altijd mooi uit. Vond ik vorige keer ook al een heel mooi stukje. Ja. Gaan we die tunnel weer in onder die berg. Tunneltje. Hoor je mijn centenbakkie trillen? Kijk dan, de skyline van Benidorm. Ja, zie alleen niet zo goed, zo op de camera. Nee, die berg zit voor je. Kijk, daar hebben we die grote flat weer met die M. Ja, je ziet het niet heel goed. Daar waren we op het vouwfietsje nog onder. We rijden nou langs Benidorm namelijk. Nee. Nee, oh jammer. Naar deze bosjes, dan moet je naar de rechts gaan. Ja, daar is hij. Alicante. We rijden nu Alicante in. We zijn er, maar het ziet er echt heel druk uit. Dus ja. Ik ben bang dat we geen plek hebben, joh. Hoe is hij nu druk? Het gaat erom spannen, hoor. Anders hebben we een probleem. Ik zal eens even gaan vragen binnen. Ik zal er eens even opbreien als dat kan. Is het hier, denk je? Nee, ik ben zo weer. Oké, okay, nou, dan wachten we af. Tot zo. Tot zo. Ja. Nou, Jochem zit weer in de auto, maar er was geen plek. Nee, ik ben bang dat alles vol staat hier in de buurt. Dus ik denk dat we zo even een parkeerplekje op gaan zoeken. Maar ik ga nog even eentje bij langs. Ik kon het telefoonnummer niet vinden ervan. En dan rijd ik daar nog even heen. Die zou ook al vol zitten. Dan is er ook al nog eentje. Dat is 4 minuten vanaf hier. Ja, dat is hetzelfde denk ik. Maar dan bellen we gewoon even. En anders gaan we op een parkeerplek staan. Ja. Voor een nachtje is dat niet erg. Ja, maar mij niet uit. Het enige probleem is, als wij geen stroom hebben vanavond, dan heb ik de vlog mogen niet online. Maar, dan wordt dit de eerste keer dat het niet op tijd is. Ja. Nou, we zijn ook bij de tweede camping geweest. Die zat ook helemaal vol. Dus we hebben hier nu tegenover de camping. Even laten zien. Daar zit de camping. Daar zit de camping. En... Ja, ik laat het even zien buiten. Wij mochten van die vrouw... Wat heb jij gedaan met dit ding? Oh, deze heb je echt zo. Ja. Nee, die eigenaar van die camper zegt, ga maar aan de overkant van de straat staan. Morgen om 9 uur hebben we wel plek. Maar ik weet niet of we hier dan heen gaan. Dan denk ik dat we gewoon verder rijden. Maar kijk waar we staan. Er staan nog veel meer te wachten hier. Wij staan hier vooraan. Op zich wel een mooi plekje. Ze doen vast niet moeilijk als hier 8 campers staan. Dus het enige probleem is... We hebben geen stroom. We hebben geen stroom. Ja, ik heb wel licht en zo. Dat maakt allemaal niet uit. En de koeker zit op gas. En ik kan gewoon koken. Die laptop werkt niet. Die accu is bijna leeg. En die moet echt aan de stroom. Anders kan ik hem niet online krijgen. Ja, ik denk dat ik ga proberen die beelden op mijn telefoon te zetten. Vanaf mijn telefoon uploaden. Als hij nog stroom heeft om het over te zetten op mijn telefoon, dan gaat dat helemaal goed komen. Dat we eigenlijk weer tandarts moeten opladen. Ja, dat is vergeten. Met het laatste beetje accu wat ik nog in de laptop had, heb ik de vlog overgezet op mijn telefoon. En met de telefoon ben ik hem nu aan het uploaden. Anders moest ik toch met de
via de hotspot van mijn telefoon met de laptop uploaden. Dus het gaat nu alleen maar sneller. Ik hoop dat de kwaliteit wel hetzelfde is gebleven. Nou, wij gaan in ieder geval even bij de zee kijken. We zijn er al bijna. 200 meter verderop. Hadden we dat toch in Benidorm gezien, in treinrails? Weet ik het niet, maar je kan met de trein naar Alicante toe volgens mij. Echt? Ja, maar heb ik net zacht voorbij komen. In Benidorm had ik volgens mij geen treinrails gezien. Weet ik even niet. Oké. Okay. We lopen even naar de zee toe. Even een fotootje maken hoor. Gaat er aardig ruig aan toe bij de zee. Annie gaat even een foto maken. Ik hoop dat de beelden nog een beetje duidelijk zijn, want het is al heel donker. Het gaat aardig verkeer. Gaat het water van de kant? Nee. Oh, leuk. Ik ga weer naar de camper. Ik heb honger. Ik ga eten koken. Snap ik. Zo, vandaag maar eventjes alleen gehakt met een wrap. Couchette, toeken nog door en olijven. Maar ik ga niet meer met die tomatensaus aan de gang hier. Hij heeft een beetje pijn, die is even gaan liggen. Verdoving legt uit natuurlijk. Dus gaan we even lekker wrapje eten met wat couchette en wat kaas. En wat kaas doe ik er weer op en gekomen. Zo, Annie zit er weer bij. Een wrapje erbij. Ik heb er twee gemaakt, een beetje kaas eronder. Tijd om te eten. Wij gaan op bed liggen. Annie ligt al trouwens. Ik heb de boel hier even opgeruimd. Dan ga ik eventjes op zoek naar een camping en of een plaats voor morgen. Of we gaan hiervoor staan, of we gaan verder rijden naar richting Torre Vieja, maar dat weet ik nog niet zeker. We moeten nog even overleggen en nog even kijken wat we precies willen. Dus dat gaan we nou eventjes doen. Ik was de vlog vergeten af te sluiten, dus ik moest er even uit de camera erbij pakken. Maar bedankt allemaal voor het kijken. En vergeet niet te abonneren en tot morgen bij een nieuwe vlog. Doei, tot morgen.